Ik zie wat jij niet ziet. En het is de schande. Het is de maatschappelijke onkunde, de schaamteloosheid, de decadentie, het individualisme. De ongeschikt verklaardheid van het systeem en die is al lang niet meer tijdelijk. Maar jij ziet dat dus niet. Hoe bekijken we dingen? Waar is de norm om te kijken? Welke andere normen zijn er? Wat zie ik van mezelf als ik naar anderen kijk? Dat is een thema dat je in de moderne kunst heel vaak terug ziet komen en die als straatwerker in de dagelijkse praktijk ook constant toegepast worden. Het gaat niet alleen over wie je zelf bent en wat je denkt te zien, maar veelal ook over wie is die andere en hoe ziet hij zichzelf. En natuurlijk gaat straatwerkers gewerkt met mensen in, als ik het zo mag zeggen, in de marge van de samenleving, zit je per definitie na te denken over wat is normaal. Wat is de norm? Hoe komt dat die mensen niet gezien worden als normaal, maar dat eigenlijk wel zijn? En dat is eigenlijk een standaard thema ook binnen elke vorm van moderne kunst. Onze samenleving produceert nu eenmaal uitstappen. Er vallen mensen van de trein. En dat zijn niet alleen die klassieke gasten waar jullie nu een beeld van hebben van het straatwerk. Nee, dat gaat bij momenten ook over u en mij. Ook wij kunnen van die trein worden. Ik ben uitgenodigd om hier iets te vertellen over de relatie tussen mijn werk als kunstenaar en wat ik vandaag ook in het dagelijks werk doe. Ik ben een soort mediator, iemand die ervoor zorgt dat andere mensen ook hun werk kunnen doen. Eigenlijk vooral samen met mensen werken en vooral mensen die in een kwetsbare positie zitten. In die zin ga ik kijken naar wat er aan de andere kant ligt van wat de norm of wat normaal is. De achterkant van de dingen, over het muurtje heen kijken, is toch wel altijd een beetje een rode draad geweest in alle projecten. Het idee van de grond in je mond, dat doe je niet. En waarom niet eigenlijk? En dan zijn we gaan kijken wat groeit er, wat ligt er eigenlijk al op de grond. En er zijn heel veel dingen die, allee, planten, die wij als onkruid beschouwen, onkruid, niet wenselijk, die toch wel heel gezond blijken te zijn of heel eetbaar blijken te zijn of waar verhalen in zitten verscholen. En daar heb ik over verteld vandaag.